Kinetic Sand, Living Sands. Wat zijn nou de overeenkomsten en wat zijn nou de verschillen? Kinetic Sand is veel bruiner en lijkt het meest op zand. Ook als je het aanraakt is het wat grover van structuur. Living Sands is heel zacht en voelt een beetje degig aan. Kinetic Sand heeft 2% polymeer toegevoegd. Dat maakt het niet 100% natuurlijk, maar het is nog steeds wel een goedgekeurd en veilig product. Dus ook als kinderen het bijvoorbeeld opeten, dan is er verder niets mee aan de hand. Living Sands is daarentegen een 100% natuurlijk product. De 2% die aan de zand is toegevoegd is een residu van de mossel, waardoor het compleet 100% natuurlijk en ook niet giftig maakt. Dus ook hierbij geldt weer, als kinderen het opeten, kan het geen kwaad. Het reageert wat anders op beweging en op vormpjes. Ik zal het proberen te laten zien. Kinetic Sand heeft in eerste instantie wat stevigere structuur, maar de grap is dat op het moment dat je het eventjes laat staan, dat het eerder uit elkaar valt dan Living Sand. Je ziet ook dat Kinetic Sand nog wat als het ware meer kinetic, meer beweegt dan het Living Sand is. Beide producten zijn geschikt als binnenspeelzand in vergelijking met gewoon binnenspeelzand wat heel erg poedert en heel veel viezigheid geeft. Kinetic en Living Sands plakt alleen maar aan zichzelf en niet aan kleding of aan meubels. Dus het is eenvoudig op te ruimen en kinderen vinden het geweldig om mee te spelen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik hoop dat dit een klein beetje heeft toegelicht wat de verschillen zijn van deze twee zandsoorten. Buiten natuurlijk de prijs. Maak uw eigen keuze.